Met de terugkeer van het water in het meer van provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw maken ook de eenden en ganzen opnieuw hun opwachting. De voorbije 2 jaar is het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen gesaneerd. De waterkwaliteit was de laatste jaren te fel achteruit gegaan en dat was nefast voor de biodiversiteit. Daarom hebben we beslist om in te grijpen en het overtollige organisch materiaal van de meerbodem te verwijderen. Nu dat dat gebeurd is en dankzij de vele regen is het meer al terug tot zijn normale peil gevuld en zien wij het leven ook terug herstellen. Het grootste deel van de werken is uitgevoerd. Er waren nog enkele werken gepland dit najaar. Onder andere die richels moesten nog afgevoerd worden. En er moeten nog enkele sluizen geplaatst worden. Maar momenteel is het duidelijk te nat. En dus zullen de werken uitgesteld worden tot volgende zomer. Het Vinne is van oudsher een paradijs voor natuurliefhebbers. En die worden hier nu nog meer dan vroeger in de watten gelegd. We staan hier voor een spiksplinternieuw kijkhutje van het Vinne. Dat is echt een paradepaardje voor het Vinne, hoor. We gaan even binnen om te gaan kijken. Wat zien jullie? Het is een soort van broedeiland waar we zullen zien welke vogels erop komen en welke vegetatie er zal komen. Dat is een heel groot veengebied. We hebben daar ondertussen 6 verschillende veenmossen ontdekt. Dus dat is gigantisch veel. Het water hier is heel zuur en dat wordt dan geleid zo, lang daar, onder het wandelpad. En dat komt dan terecht in dat geïsoleerd stuk meer. Daar hebben ze een dijk gemaakt. Waarom doen we dat experiment? Om te zien welke planten er gaan groeien, onderwaterplanten. En ook misschien meer ontwikkeling van die veenmossen. Het einde van de saneringswerken aan het meer wordt op 1 en 2 oktober gevierd. Meer informatie vind je op deze website.